zo. Oei, joh, kijk, ik ga het jullie nu laten zien. Ga je lekker, meid. Goedemorgen. Wat een holletje. Zo ziet het huis er echt uit. Echt uit als een holletje. Ik heb wel een banaan. Nou, succes daarmee. Jongens en meiden, een hele goede morgen. Het is 9 uur 's ochtends en Vincent moet er alweer vandoor, want hij gaat straks naar GTST. Daar gaat lekker opnemen vandaag. Ja. Nee, repeteren vandaag. Ga je repeteren vandaag? Waarom ga ik altijd repeteren? Oh, nou, succes daarbij, jongen. Doei. Waarom zie je nou een lul? Dat was helemaal niet zo. Oké, okay, misschien wel. Ja, dat was bij mijn handwerk mee, jongen. Nou, succes. Maar het is 9 uur 's ochtends en ik werd dus net wakker gebeld, want vandaag... Oh mijn god, dus het schijt op de grond. Hoe kan dat? De katjes hebben dat gedaan, man. Eeuw. Ja, ik smeer ook altijd poep over mijn vloer. Fucking vies. Maar ja, ze zijn jarig, dus ze mogen het vandaag. Wat ik dus in ieder geval wilde zeggen, vandaag, eindelijk is het de 25e en wat er dus komt, ik ga hier eventjes mijn gordijn open doen, zodat het hier even wat anders wordt. Deze muur wordt eindelijk iets opgeplaatst, want mijn kast komt dus straks. Om 9:10 zijn de mannen straks bij mij en er wordt hier dus na zo lang wachten eindelijk mijn kast geplaatst. En waarschijnlijk ook mijn schilderij, dat weet ik trouwens niet zeker, maar volgens mij wel. Dus ik ga het even hier een beetje licht maken. Zo, dit ziet er even een stukje beter uit zo met het licht. Het is eventjes later en de mannen zijn ondertussen bezig om hier de kasten op aan het zetten. Ik laat ze eventjes hun werk doen, maar het wordt echt heel mooi. Over een paar dagen is trouwens de giveaway. We gaan keihard naar die 1,19 miljoen abonnees. Dus vergeet niet om nog eventjes te abonneren. Oh my god. Jongens en meiden, oh my god. Ik heb net 2 uur achter mijn computer gezeten om een video te editen. En dit is zo ziek. Ik zei het al, vandaag werd dus mijn kast geplaatst met mijn schilderij en... Zo, oei, joh, kijk, ik ga het jullie nu laten zien. 3, 2, 1. Oké, oh, je ziet nog niks, je ziet nog niks. Kijk, het is mooi met de zon ook, die valt er nu prachtig op. En let op. Bam. Kijk eens even hoe mooi het is geworden. Je ziet hier het schilderij. Karma, ze bitch. Ja, ja, jongens. Je ziet hier een vrouw, je ziet hier een man. Je ziet hier een hartje, geen idee waar dit voor staat. Je zit hier schoenen. Kijk eens hoe goed dit eruit ziet. Zo ook met de zon die er opvalt, wat ik al zei. Dit is echt mooi geworden. En dan heb je hier, hoppakee, een laadje die open gaat. Kijk eens wat gaaf. Alweer een afstandsbediening. Oprecht, kijk dan. Dit is niet normaal in mijn huis. Ik heb hier een afstandsbediening, daar een afstandsbediening. Daar, daar, daar. Dit. Daar ligt er één. Ik heb er nog 2 in dat kastje liggen. En de bel gaat. Kom eens binnen. Mooi. Goeiedag. Jullie moeten even een reactie geven. Wauw. Mooi zeg. Prachtig. Mooi? Oh. Of niet? Ja, heel mooi. Ook met de schilderij erboven. Nou. Ziek hè? Ja. Melanie en Jorn. Wat vinden jullie van mijn nieuwe schilderij en mijn kast? Nice. Nice. Goeie hè? Nice. Wauw, kunnen we zo sarcastisch? Nee. Wat trouwens ook dus nu, ja, wat je nu al ziet, aangezien de zon niet meer erop schijnt. Je ziet dus ook hier het licht. Kijk eens hoe mooi dit is. We hebben dus ook nog, wat ik al zei, nog een afstandsbediening erbij. Maar je kan dus dit ook s'avonds dus bijvoorbeeld in een andere kleur doen. Maar dat gaan we allemaal pas... Heb je geel en wit? Ja, dat gaan we allemaal pas vanavond zien. Ik ben helemaal fris gedoucht. Voor als je nou afvraagt waarom zijn Melanie, je vader, je moeder en iedereen hier. Dat is omdat ze dus vandaag eventjes de stad ingingen. Maar ze zeiden, nou, we komen nog wel eventjes langs bij jou. Dus vandaar, maar ze gaan dus alweer weg straks. Nee. Ik heb trouwens hier ook mijn schermpje neergezet, dat ziet er mooi uit. Sonos blokjes staan erop en de klok die is dus daar naartoe gegaan en de poster daar dus. Dus dat is allemaal aangepast. Ik ga weer iemand ophalen en jullie kunnen misschien zelf wel raden wie het gaat worden. Het is een meisje, oftewel jullie weten het waarschijnlijk al. Ze staat te wachten op Rotterdam Centraal, dus daar moet ik eventjes naartoe gaan rijden. Mijn ouders die zijn nu nog in mijn huis, geen idee wat ze aan het doen zijn. Ik snap het ook niet. Ze zouden de stad in gaan en vervolgens zitten ze ineens 2 uur bij mij boven. Apart. Is het weer de standaard ophaalplek? Nee. Auw. Echt wel? Ik haal je altijd hier op. Ja, oké. Okay. Goeiedag. Ik ben elke keer op andere plek, dus ik wist niet waar ik moest staan. Wist je niet waar je moest staan? Nee, de vorige haalde je me daarop. Oh, mij toch. Oh. Wow, dat is trouwens... Ik zag laatst een comment en dat zei iemand... Is was warm dat... in jouw auto? Ja, dat klopt. Het is ook super koud buiten. Iemand die zei, elke keer als je iemand een knuffel geeft, dan kreunt hij. En ik merkte dat ik het nu weer... Oh, nee.
Blijkbaar is dat een dingetje van mij of zo. Dat mensen daarop letten. Hoe is het met je meid? Goed. Ja? Ja. Fijn. En jou? Ja, ja, ook goed. Ja, ik weet gewoon het standaard antwoord al. We spreken dus al 20 keer af om een keer te gaan zwemmen. En eindelijk is een keer niet de bikini vergeten. Of badpak. Wat draag je, bikini of badpak? Bikini. Oké, goed verhaal. Lekker man, eindelijk. Maar oprecht, hoe lang heeft het geduurd? Fucking, echt heel lang. Fucking lang. Dus het begin. Heb je, als je het zwemmen nou wel eens gezien? Nee. Ja, oprecht is het begin, zei je al van ja, ik kom een keer bij je zwemmen. Ja. Dus dat is een jaar ik terug. Ik heb de sportschool nog nooit gezien, ik heb het zwemmen nog nooit gezien. Echt niet? Wow. Mevrouw, durf je al in mijn auto te rijden? Nee. Echt niet? Nee. Ook nog steeds niet, gewoon hier één klein stukje? Nee. Helemaal niks? Nee. Ik kan er niet lang. Wat een pussy ben jij. Hoezo? Ik ben 15 gewoon. Ja, dus? Wil je zeggen dat je niet kan auto rijden? Kijk deze auto. Ja, oké. Okay. Oh, wat blijft het toch mooi. Eerlijk, hoe mooi is het? Zeg even dat je het mooi vindt. Prachtig. Dankjewel, lief van je. Er is trouwens een leuke winactie gekoppeld aan mijn eigen track Over en Over. Als je op dit hartje klikt hier, dat wilde ik nog aan jullie vertellen, dan kan je dus kans maken op een hele foute badjas die hier in beeld staat nu. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is hem toevoegen aan je favorieten. En thanks trouwens voor de 300.000 streams bijna. Echt super nice. Oh jee, het is zover. Nee, we gaan een kerstfilm kijken. De allereerste kerstfilm van het jaar. Echt? Voor mij wel. Echt hoor. Echt, voor mij echt al de vierde. Echt waar? Ja. Je begint trouwens nu het donkerder wordt steeds beter te zien hoe de lampen zijn. Ik wist helemaal niet, ik was dus echt compleet vergeten dat je ook verlichting hebt aan de onderkant. Bro, ik heb eten. Eten! Yeah. Oh. Alsjeblieft. Pas, oh. Jader durft ook niet de app te downloaden waar je ziet dat je doodgaat. Nee. Ik heb trouwens heel veel reacties gekregen, ook van jullie die er echt in geloofden. Jongens en meiden, natuurlijk, het zal echt niet echt zijn. Maar het is wel gewoon grappig om te zien. Wat het is. Wat zeg je? Op basis van wat berekent hij dan? Volgens mij maakt hij stiekem een foto van je gezicht. Dus, Jader is 15. Welke? Ja, ze is echt 15. Welke is het? Het is deze app. Die. Oké, daar gaan we. Ik ben heel benieuwd. Hoe oud word je? 3, 2... 1. Wat wordt het? Countdown. Oh jee. Gaat hij nu gelijk wat doen? Ja, ja, ja. Kijk, hij gaat nu 3, 2, 1. En hoe lang heb jij nog? 20 jaar. Oeh. Nou, mag niet hopen. 20 jaar. Dus dan word je 35. Maar wel 20 jaar en nog 302 dagen. Dus ik word dan nog wel 16. Ja, rot app, hè? We gaan eindelijk na een jaar zwemmen. En we hebben net een discussietje, of tenminste een discussie. Jij vindt dit tijgerprint. Ja. Maar ik vind het panterprint. Wat vinden jullie? Is dit tijger of dit is toch een panterprint? Dit is sowieso panter. De brug is rood, maar dat heeft meestal altijd een speciale reden waarom die dus een andere kleur is. Ja, dan ik probeer het alleen op te zoeken, maar we hebben echt geen idee. Het is echt niet te vinden. We weten gewoon niet waarom die rood is. We hoorden net wel allemaal sirenes, dus misschien heeft het daar iets mee te maken, maar ik heb geen idee. Want hij is normaal altijd wit en nu is hij rood. Dus als iemand het weet... Er staat ook geen aankondiging of zo van vandaag gaat de brug rood zijn. Nee. Daar staan we dan. Ik weet niet of mijn telefoon waterdicht is, maar we gaan het gewoon proberen. Ik ga het water straks in. Durf je? Oh, ik kan staan. Het is helemaal niet zo diep. Maar wel koud. Het is wel koud, ja. Ah. Oh. Oh shit, oh shit. Volgens mij is het zwembad dus net bijgevuld, dus het is best wel koud. Ja? Dit is jouw dit trucje, je blijft drijven. Ja, maar moet je nu je adem inhouden? Weet ik veel. Nee. Ik weet niet hoe dat moet, echt niet. Mensen kunnen toch blijven. Echt een typisch meisje, niet met je haar onder water omdat het anders te nat wordt. Wat zei jij net? Wat zei jij net? Oké, dat zei ik misschien ook. Normaal doe ik het wel. Dit is mijn gloednieuwe iPhone 11 Pro. Ik ga het straks pas proberen als we gaan stoppen met zwemmen. Dan ga ik pas proberen me onder water te doen. Ga je lekker, meid? Ja. Oké, de ultieme test. Ik ga hem onder water doen. Ik ga gewoon onder jou met de benen door, ja? Ja, ik ga onder water doen. Oké, 3, 2, 1. Hij doet het nog. Hij doet het nog. Wat had je dan verwacht? Het is echt niet uit te houden. Het is super koud, het bad. Wij hebben gezwommen. Het was wel eventjes lekker kort, maar het was lang genoeg. Wordt het nice? Ja. Jouw haar... Ik ben wel met mijn hoofd onder water gegaan, hè? Ik ook. Ja, toch. Ik weet niet of mijn telefoon nog doet. Het geluid namelijk klonk net heel erg slecht. En zoals je ook aan de microfoon hoorde, was het geluid een beetje kapot. Dus ik weet niet, man. Normaal niet. Echt wel, ik zweer het. Het is bijna 11:30. Gaan we het voor 12 redden om je thuis te brengen?
Ja. Oh, ja? Jeetje. Ja, dan moet morgen weer naar school. Haar school begint trouwens om 8 uur 's ochtends. Dat is trouwens echt bizar vroeg. Mijn school begon altijd 8, gewoon om 8:50. Echt? Ja. 8 uur is echt vroeg voor school volgens mij hoor. Ja, dat is mijn eerste les. Dat is echt niet op veel scholen in Nederland volgens mij. Zo, wij zijn alweer thuis. Jade, of tenminste, Jade is alweer thuis. Ik moet straks nog een uur naar huis. Maar ik vind het wel leuk om elke keer de comments te lezen onder de video's met jou. Mag ik een paar voorlezen? Dat mag je. Oké, wacht. Volgens mij is het alleen maar jouw nadeel. De topcomment van Harold is: die arme Gio zit maar te wachten tot ze een acceptabele leeftijd heeft. Ja, man. Ja, ik vraag me wel af waarom die bovenaan staat. Ja, weet niet. Hij heeft niet de meeste likes, maar hij staat gewoon bovenaan. I don't know. Kan ook nooit geloven dat Jade nog zo jong is. Qua gedrag komt ze altijd veel volwassener over. Maar dat is echt zo. Ja, maar het ligt er ook aan wanneer, hoor. Ik zie mezelf wel terug in jouw video dat ik denk van... Ja, ik wil nog geen veren in je reet stoppen of zo, maar het is wel echt zo. Weet je wat veren in je reet stoppen betekent? Ja, nu wel. Ja, wat betekent dat? Iemand de hele tijd complimenten. Ik heb net Jade even een spreekwoord geleerd. Veren in iemand zijn kont stoppen, wat betekent het? Dat je de hele tijd lieve complimentjes geeft. Ik leer nog wat. Is Jade 15? Oh my god, ze is kapot jong, maar ze lijkt echt super oud. Ja, maar super oud, dat is toch ook niet... Ik wil net zeggen, dat valt echt reuze mee. Nee, dat is niet echt een compliment, nee. Als mensen zeggen van jij bent 20, ja... dat is ook niet chill. Nou, meid, ga jij lekker naar binnen? Ja. Doei. Doei. Kreun er niet. Maar, hey. Nee. Hang je nou op? Ja. Ik ga stuk. Hang je ook altijd heel snel op, zodat het lijkt alsof je, zeg maar, niet beschikbaar bent? Later. Later. Tot ooit. Na een uurtje rijden ben ik weer thuis en ik heb nog een vraag voor jullie, want ik heb eigenlijk elke keer gezegd dat ik dus echt zat te wachten op deze kast. Ja, jullie weten niet hoe ontzettend graag ik het wilde dat dit eindelijk kwam en vandaag is het dus gekomen. Het lijkt me nog steeds ontzettend gaaf om hier een aquarium op te hebben met zoutwatervissen dus, oftewel Nemo-visjes en weet ik veel wat. Maar als er dus mensen zijn die aquariums kunnen bouwen of wat dan ook, of die mij daarbij kunnen helpen, meld je! Want, ja, mij lijkt het nog steeds echt super gaaf. Ik denk dat heel veel van jullie ook gewoon echt wel denken dat een aquarium hierop gewoon echt wel super dik staat. Maar jongens en meiden, ik wil jullie dus bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 5:30 is er natuurlijk weer een nieuwe vlog. Dus 5:30, check mij op je beeldscherm. En dan zeg ik nu... Ja, wat zeg ik eigenlijk? Ja, ik zeg gewoon later. Later.